De voormalige mijn van Beringen is met zijn 100.000 vierkante meter aan gebouwen de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen en een unieke locatie in Europa. 25 jaar geleden werd hier de laatste steenkool bovengehaald. En nu geeft het BeMine-project een nieuwe bestemming aan deze omgeving. Toerisme, recreatie, wonen en werken komen hier voortaan samen. Tot 1989 heeft men steenkool gewonnen in Beringen. Daarna is men overgegaan tot de mijnsluiting. Direct daarna is men begonnen met een sloop-sanerings-restauratieproject om de site te kunnen herontwikkelen. Eind 2009 zijn we dan overgegaan tot de oprichting van BeMine. BeMine bestaande uit Demi Vastgoed, Varu Vastgoed en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. De opdracht van BeMine bestaat erin om deze site te herbestemmen en dus ook hier in de voormalige mijnzetel van Beringen een reconversieproject tot stand te brengen. De totale investering bedraagt 150 miljoen euro, gespreid over 10 jaar en zal op termijn zorgen voor 500 nieuwe jobs. In totaal zijn er ook 32 miljoen euro aan subsidies voorzien vanuit de verschillende overheden die voornamelijk dienen voor restauratiewerken en de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het project hier in Beringen wordt gerealiseerd in publiek-private samenwerking, de zogenaamde PPS-formule. Weliswaar dikwijls gebruikt als een containerbegrip, maar ik denk hier in Beringen gebruik het effectief waarvoor het ook bedoeld is, met name de realisatie van een gemeenschappelijk doel, de herontwikkeling van de site hier in Beringen-Mijn. Als partners hebben we natuurlijk LRM, maar ook de gemeente, de provincie en de Vlaamse overheid die hier ook actief in participeert. Wie vandaag het oude mijnterrein bezoekt, merkt er onmiddellijk het begin van een metamorfose. Op het voormalige houtpark van de mijn ziet u fietspaden, wegen en infrastructuur voor de ontsluiting van een verkaveling voor 350 nieuwe woningen en appartementen, een woonzorgcentrum en assistentiewoningen. Wonen en beleven sluiten er naadloos aan elkaar. In totaal worden er de komende 10 jaar meer dan 500 woongelegenheden ontwikkeld. Naast wonen zijn toerisme en recreatie belangrijke pijlers voor de toekomst van de Beringse mijn. In 2012 opende hier het vernieuwde Mijnmuseum. En een jaar later vond het toeristische onthaal van de stad Beringen hier een thuishaven. Zo pas opende het nieuwe recreatieve zwembad dat de naam Mijn Zwemparadijs kreeg. De stad Beringen en Sportoase ontwikkelden dit zwembad in een publiek-private samenwerking. Het duikcentrum Todi wordt een van de paradepaardjes van het BeMine-project. In de voormalige indikkers van de mijn beleeft u een unieke duikbeleving. In verwarmd water, met aangepaste vegetatie en tussen de subtropische zoetwatervissen, verkent u verschillende snorkel-duiktrajecten. In 2016 wordt de kleine terril achter de mijnsite tot een avonturenberg omgetoverd. Wandelpaden, klim- en klauterparcours en een mountainbikepiste bieden u er uren van sport, beweging en ontspanning. En er staat hier nog veel meer op stapel. De provincie Limburg werkt aan een belevingstraject dat u het verhaal vertelt van de erfgoedgebouwen op deze site. De oude elektriciteitscentrale wordt omgedoopt tot een plek waar kleine en grote evenementen plaatsvinden. In het Sporenpark en op het evenementenplein naast de elektriciteitscentrale en het zwembad zullen festivals, evenementen en festiviteiten georganiseerd worden. En natuurlijk hoort daar ook winkelen bij. Het project voorziet een cluster van een 20-tal winkels, geconcentreerd rond een centrale en ruime parking. Werken is de laatste pijler van het BeMine-project. Naast de vele jobs in de toeristische en recreatieve pijlers van het project, is het voormalige directiegebouw van de mijnsite een plaats waar u binnenkort 1500 vierkante meter nieuwe kantoorruimte aantreft. In het kader van het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat werd BeMine erkend als een van de Limburgse projecten in uitvoering dat verder ondersteund diende te worden. Het project speelt immers in op de verdere ontwikkeling van de vrije tijdseconomie in Limburg, de valorisatie van het uniek mijnpatrimonium en het creëren van de werkstelling. Wonen, werken, winkelen en ontspannen. Op de BeMine-site in Beringen wordt ons industriële erfgoed onze toekomst.